Dag allemaal. Ik ben Mathilda Masters en ik ben de schrijfster van de boeken van de Keukenprins van Mokano. De Keukenprins van Mokano heet eigenlijk Maximiliaan Leeuwenhart de Prins. Een prachtige naam. De prins, dat stukje kreeg hij van zijn papa. Want zijn papa is de prins van Mokano. Hij is dus de zoon van de koning van Mokano. En Maximiliaan is de kleinzoon van de koning van Mokano. Nu, toen Max ongeveer 2 jaar was, vertrok zijn papa naar Mokano om de koning te gaan helpen die al een dagje ouder werd. Maar zijn papa is daar gebleven om de koning te helpen en Max heeft zijn papa sindsdien niet meer gezien. De mama van Max gaf hem de naam Leeuwenhart. Dat deed ze omdat ze wilde dat Max heel dapper en moedig zou zijn, want ze wist dat ze vaak zelf niet in de buurt zou zijn. De mama van Max is namelijk ontdekkingsreiziger. Zij is dus constant bezig met ontdekken, een ontzettend moeilijk beroep, want ongeveer alles is ontdekt, dus je moet heel erg goed zoeken. En toen Max ongeveer 2 jaar oud was, vertrok zij ook op ontdekkingsreis. Ze is intussen niet meer teruggekeerd en Max heeft haar ook niet meer gezien. Nu, Max, die woont op een bijzondere plaats. Hij woont in de gevangenis. Nu denken jullie misschien, oh, dat is wel heel erg. Papa vertrekt naar het buitenland, mama vertrekt naar het buitenland en ze stoppen hun kind gewoon in de gevangenis. Maar zo zit het niet helemaal. Nee, Max woont in de keuken van de gevangenis. En dat is een kolossale keuken. Betekent dat het een heel, heel, heel grote keuken is. En hij woont daar bij zijn tante Kokkie. Kokkie is de kokkin van de gevangenis en ze kan fantastisch koken. Kokkie's cookies zijn bekend over de hele wereld. Als je verdrietig bent en je eet zo'n koekje, dan word je blij. En als je blij bent en je eet zo'n koekje, dan word je nog blijer. Max woont daar met Kokkie en hij heeft gelukkig ook een vriendin. En die vriendin is de dochter van de gevangenisdirecteur en ze heet Trixie. En Trixie is heel erg slim en gelukkig maar, want zij geeft Max les aan de keukentafel. Max kan namelijk niet naar school gaan, want toen zijn papa naar Mokano vertrok, heeft hij de papieren van Max meegenomen, waardoor Max niet naar school kan gaan. Hij vindt dat ook wel jammer, maar gelukkig is er Trixie om hem les te geven. Ik moet jullie nog aan één iemand voorstellen, en dat is Stefan. Stefan is de eekhoorn van Max. Hij vond hem in een krat bananen en sindsdien woont Stefan in de kleerkast van Max op zijn kamertje. Nu, Stefan mag niet uit dat kamertje komen, dat is ten strengste verboden. Maar af en toe gaat het natuurlijk wel eens heel erg fout. Vandaag wil ik jullie een stukje voorlezen uit het tweede boek van de Keukenprins van Mokano. Het heet Koekjes voor de Koningin. In het verhaal komt de koningin op bezoek in de gevangenis. Max en Trixie hebben allebei nieuwe kleren gekregen. Ze zien er piekfijn uit. De hele gevangenis is gepoetst. Elke steen is geschrobd. Alle ramen zijn gelapt. Er hangen overal bloemen. En Kokkie heeft gekookt. Ongelooflijk. De hele keuken staat vol met grote bergen taarten, cakejes, balletjes in tomatensaus, spaghetti, heerlijke chocoladebonbons. De hele keuken staat vol. Het lijkt wel een soort van lui-lekkerland. En ik ga beginnen voorlezen van op het moment dat de koningin in de gevangenis is en ze zijn allemaal aan het luisteren naar de toespraak van de gevangenisdirecteur. Iedereen is heel geconcentreerd aan het kijken naar de gevangenisdirecteur en de koningin zit
voor het podium met achter haar agenten, hè, haar secret agents, die de wacht houden. De koningin liet haar blik door de keuken dwalen. Rond haar stonden kommen en schalen met de lekkernijen die Kokkie had klaargemaakt. Haar ogen bleven op de enorme stapel cakejes rusten, die met het gouden glazuur en de pareltjes. Ze keek snel rond om zich ervan te vergewissen dat niemand keek. De ogen van de bezoekers waren nog altijd op de directeur gericht, die het nu had over wat hij allemaal gedaan had om van de gevangenis een modelgevangenis te maken. Vliegjes vlug griste de koningin een cakeje van de stapel en stopte het in haar mond. Ik zag hoe ze haar ogen sloot en haast onmerkbaar begon te kauwen. Er volgde een tweede cakeje. En een derde. En een vierde. Max gaf Trixie een por om haar te wijzen op wat de koningin aan het doen was, maar op dat moment begon iedereen te applaudisseren. Leve de koningin, riep de gevangenisdirecteur. Leve de koningin, riep het publiek. Alle ogen waren nu op de koningin gericht. Ze likte een kruimel uit haar mondhoek en trippelde met kleine pasjes naar het podium waar ze een moment bleef staan met haar ogen naar de grond gericht. Het leek alsof ze nadacht, maar Max wist wel beter. Vier cakejes slik je niet zomaar in één keer door. Geachte directeur, geachte aanwezigen, het is voor mij een eer en een genoegen om deze gevangenis te mogen bezoeken. De koningin zweeg en ik zag haar blik naar de schaal met cakejes gaan. Ze kon het niet laten gelukzalig te zuchten. Ik ben vooral blij dat ik deze keuken mag bezoeken, ging ze verder. Dit is een heerlijke plaats. Ik zou hier kunnen wonen, denk ik. Ik moest even in mijn arm knijpen. Nou, dat doe je als er iets gebeurt wat je niet kunt geloven om er zeker van te zijn dat je niet droomt. Ik was wakker. Zei de koningin dat ze hier zou kunnen wonen, wist ze dan dat dit een koninklijke plek was, dat ik hier woonde? Mevrouw Kokkie, het klonk als een diepe zucht. De cakejes die u gebakken hebt, zijn werkelijk overeerlijk. U moet mij het recept geven. Iedereen in de keuken keek naar Kokkie. Haar hoofd kleurde zo rood dat ze op een van de glanzende suikerappeltjes leek die wat verderop op een tafel stonden. Iemand applaudisseerde en riep: Leve Kokkie! Anderen volgden en riepen: Leve Kokkie! Ik zag hoe de lange secret agent een cakeje van de schaal griste en in zijn mond stopte. De andere agent volgde zijn voorbeeld. En toen? Toen gebeurde er iets waardoor alles veranderde. Willen jullie weten wat er veranderde? Ik ga het vertellen. Niemand keek naar buiten. Iedereen keek naar de koningin. Behalve ik. Ik wist wel zeker dat in de auto maar twee agenten hadden gezeten. De ridder achter het stuur en de roo op de passagiersstoel. Die twee agenten stonden nog steeds in de keuken. Net als tijdens hun eerste bezoek hadden ze alleen maar oog voor het eten. Ze stopten het ene na het andere cakeje in hun mond en keken niet naar de koningin die op het podium aan het praten was. Van waar ik stond, zag ik dat er een man achter het stuur van de koninklijke limousine zat. Naast hem zat nog een andere man en ze droegen hetzelfde pak als de agenten in de keuken. Ik keek weer naar de roo en de ridder. De stapel cakejes was intussen gehalveerd. De roo stopte zijn vinger in zijn neus en bestudeerde aandachtig de keutel die mee naar buiten gekomen was. De ridder geeuwde met wijd open mond en veegde wat kruimels van zijn jasje.
Ik voelde dat er iets heel ergs fout was en boog opzij om Trixie op de mannen buiten te wijzen. Maar ook Trixie was niet aan het luisteren. Met ogen zo groot als schoteltjes keek ze angstig naar iets achter de koningin. Ik volgde haar blik. Stefan is ontsnapt, fluisterde Trixie. Ik slikte luid. Ik kon geen woord uitbrengen. Stefan was in een van de grote bloemstukken geklommen en hield van daaruit de koningin nauwlettend in de gaten. De kroon, mompelde Trixie. Stefan denkt dat die noten diamanten zijn. Ik wierp een blik door het raam en keek vervolgens weer naar Stefan. Ik wist niet wat ik het ergste vond. En toen ging het razendsnel. Oké. Voor ik verder lees, wil ik graag dat jullie mij zo meteen gaan helpen. Als ik iets voorlees waarbij een geluid hoort, dan gaan jullie dat zien op het filmpje en dan wil ik dat jullie meedoen. Oké? Het zijn grote gekleurde platen, je zal ze wel zien verschijnen en dan zou ik heel graag willen dat jullie zo luid mogelijk meedoen. Goed? Oké. Zo, ik ga Stefan terugpakken. Oké. De motor van de auto op het binnenplein brulde. Stefan waagde een sprong naar de kroon van de koningin. De keukendeur vloog met een luide open. Een man stormde het podium op. Hij greep de koningin bij haar middel. De auto stond nu vlak voor de deur. Om mij heen vielen tafels om. Taarten zeilden door de lucht. Chocoladetruffels spatten uit elkaar tegen de muur. Ik zag de roo naar de deur rennen. Achter hem rende de ridder. Het portier van de auto sloeg dicht. Weer brulde de motor. De banden maakten een gierend geluid. De auto begon te rijden. Ik zocht Trixie, maar ze was er niet. Ik keek naar de zwarte wagen die in volle vaart op de poort van de gevangenis afstormde. En in de achteruit zag ik een vertrouwd gezicht. Het gezicht van Trixie. Toen de auto verdwenen was, bleef een paar minuten muisstil op het binnenplein. Het leek of alles bevroren was. Toen begon iedereen door elkaar te roepen en te rennen. Houd ze tegen, riep de gevangenisdirecteur. Ze hebben onze auto, riep de roo. Ze hebben de koningin, riep de ridder. Ze hebben Trixie, riepen Kokkie en Trixie's moeder. Ze hebben Stefan, mompelde ik zachtjes. Ik keek naar de mensen die de binnenplaats vulden. Het leek wel of iedereen blind geworden was. Ze renden in het rond, botsten tegen elkaar op, gooiden hun armen in de lucht, gilden en liepen terug naar de plek waar ze net vandaan kwamen. En het zou grappig zijn als het niet zo verschrikkelijk was. Trixie was verdwenen, Stefan was weg. Ik had het voor mijn ogen zien gebeuren, maar ik had geen flauw idee wat er aan de hand was. Twee mannen die eruit zagen als secret agents hadden de koningin meegenomen. En het laatste wat ik van Stefan gezien had, was dat hij zich vastgreep aan de kroon van de koningin. En Trixie, wat deed zij in de auto van de koningin? Kon het zijn dat ze Stefan achterna was gegaan en per ongeluk in de auto was beland? Het plein vulde zich met blauwe zwaailichten. Politieagenten liepen gewichtig rond met walkie-talkies en opschrijfblokjes in hun handen. Gustaaf zei iets over ontvoeren. De gevangenisdirecteur had het over kidnappen en de roo was er zeker van dat het om een gijzeling ging. Wat bedoelden ze toch allemaal? Mijn hoofd tolde van de vragen, maar ik had geen zin om te praten. Ik sloop de keuken binnen waar het nu een chaos was. Al het poetswerk van de afgelopen weken was in één klap teniet gedaan. Overal waar ik keek, drupte klodder slagroom, pudding, tomatensaus en appelmoes op de grond. In mijn kamer was het rustig. Ik ging op mijn bed liggen en probeerde na te denken. Dat was niet gemakkelijk, want in mijn hoofd zaten zoveel vragen dat er geen plaats meer was voor antwoorden.
Wie waren die mannen dat de koningin hadden meegenomen? Waarom hadden ze haar meegenomen? Waarom zagen ze eruit als secret agents? Waarom zat Trixie in de auto? Was ze Stefan achterna gegaan? Waar waren ze naartoe? Zou ik Trixie en Stefan ooit terugzien? Wat betekende kidnappen, gijzelen en ontvoeren? Deed het pijn? Ik ademde een paar keer heel diep in. En weer uit. Mijn hoofd leek een klein beetje lichter te worden. De politie zou de koningin gaan zoeken. En als ze haar vonden, vonden ze Trixie en Stefan ook. Maar wat als ze hen niet vinden? Vroeg een heel klein stemmetje dat ergens van achter mijn oren leek te komen. Ik probeerde er geen aandacht aan te schenken, maar daar was het weer. Wat als ze niet goed zoeken? Het stemmetje maakte me bang. Maar er gebeurde ook iets anders. Heel diep in mijn buik ging een luikje open, waardoor de leeuwenhart in mij tevoorschijn kwam. Rawr! Hij brulde even en zei: Kom op, Max! Laat je hoofd niet hangen. Denk na over wat je wel kunt doen. Ik sprong overeind en nam pen en papier uit mijn bureau. Ik maakte een lijstje van alle dingen die ik wel wist. Trixie is ontvoerd, Stefan is ontvoerd, twee mannen, zwart pak, wit hemd, das, hoed, secret agents, auto van de koningin met vlaggen. Het lijstje was kort, maar meer wist ik niet. Ik kauwde op de achterkant van mijn potlood tot het helemaal zacht was, maar ik kon niks meer verzinnen om eraan toe te voegen. Dan zit er niks anders op dan morgen je spullen te pakken en op zoek te gaan naar Trixie en Stefan, zei de leeuwenhart in mij. Poehoe, antwoordde Max, maar de wereld is zo groot. Waar moet ik beginnen? Ik ben in mijn hele leven nog nooit alleen buiten de muren van deze gevangenis geweest. Moet ik een rugzak mee, met een broodje voor onderweg, een tandenborstel, schoon ondergoed? En waar kan ik een rugzak vinden? Kan ik een broodje smeren zonder dat Kokkie het merkt? Leeuwenhart antwoordde niet. Er was alleen maar Max en die was niet zo dapper. Hij wist niks van de wijde wereld. Ik ging weer op mijn bed liggen en besloot om de volgende dag met mijn vrienden in de gevangenis te praten. Misschien konden zij me vertellen wat een kidnapper deed, of waar ik een rugzak kon vinden. Na lang woelen viel ik in slaap. Ik droomde van mannen in zwarte pakken die koninginnen en prinsessen achterna zaten. Een eekhoorn rende overal tussendoor en hield zich vast aan kronen. Trixie liep achter de eekhoorn aan, maar kreeg hem niet te pakken. Ik probeerde te roepen dat Trixie voorzichtig moest zijn. Maar uit mijn mond kwamen alleen maar keekjes in de meest waanzinnige kleuren. Zo. Dat was een stukje uit het verhaal Koekjes voor de Koningin. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. En als jullie graag willen weten hoe het verhaal afloopt, dan stel ik voor dat jullie dit boek lezen. Heel erg bedankt om te luisteren. Tot een volgende keer. Dag!